Wij deden en doen allerlei taken binnen deze vereniging. Waarom Vrienden van Nieuwe Sparta Live? Met het in gebruik nemen van het sportcomplex De Watertoren hebben we een enorme ontwikkeling bij Nieuwe Sparta meegemaakt. We zijn van 650 naar 1000 leden gegaan. En dat betekent dat er voor de vereniging enorm veel moet gaan veranderen om de club zo mooi te houden en om de leuke en goede en prettige dingen voor de club ook te behouden. Dat kan alleen met de hulp van vrijwilligers. Wij zien het als een voorrecht om te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en de opvoeding van een kind, je eigen kind, een kleinkind, andermans kinderen, zij plezier en een goed gevoel. Wij hebben dat dan toch ook. Binnen en buiten de gebouwen hoor je bij Nieuwe Sparta al jaren, zowel door leden als bestuurders, we willen meer activiteiten, meer informatie, beter voetbal, beter contact, beter trainen, hoger spelen. Dat is allemaal makkelijk gezegd, maar het moet wel gebeuren. En nu we zo gegroeid zijn, hebben we gewoon meer mensen nodig. Vanavond hebben we één man in het zonnetje gezet als voorbeeld voor al die vrijwilligers die we nu hebben, maar ook voor die we moeten gaan werven. Iemand die dat al 60 jaar voor onze club heeft gedaan. De huidige vrijwilligers die doen echt hun best. Maar volgens onze visie is er meer mogelijk. Met de doelstelling van Vrienden van Nieuwe Sparta Live. Anders denken en meer doen. De betrokkenheid versterken, vergroten van de saamhorigheid en dan samen zijn we sterker. Er zijn nog te veel leden die niets of te weinig doen. Er moet gewoon wat veranderen. Niets doen is geen optie. We hebben jullie hulp van alle leden en kan zelfs van niet-leden zijn. Die hebben we nodig om onze club nog beter te laten functioneren. Doe mee, help ons. Het is niet zo dat voor je de jeugd er maar één vrijwilligerschool wordt.